Welkom terug bij het Binnenlands Gedeelte. En het staat gewoon stil. Geen enkel bal rolt. Dat is natuurlijk wat er in Suriname gebeurt. Al vanaf 13 maart, terwijl in het buitenland men al begonnen is dat alles weer normaliseert. Maar hier hebben we altijd veel tijd. Goed, vandaag in de studio collega Rashid Sultan in de commentaarpositie. Rashid, goedenavond. Goedenavond. Alles goed? Zeker weten, wij ook. Ja, goed, dank u. Is er een betekenis, je stikje of zo? Ik heb me laten vertellen dat het dat stoer staat. Dus stoer? Ik laat het even staan, toch? Oh, oké. Okay. Dus, sommige mensen achter de knoppen, die denken altijd dat ze geweldig zijn, omdat ze een wat langere baard hebben. Okay. We gaan geen namen noemen, Koesje. We hebben niet zoveel tijd. Het programma is pas begonnen, op alle tijd. Ja, ik ga geen namen noemen. Okay. Zijn naam begint met een G. Oké. Okay. Zijn familienaam met een S. Ja, oké. Okay. Ja. En krijg je complimentjes van je... Je stukje? Ja, zeker. Ja? Elke dag. Ja, zeker. Ja. Nou goed. Ik zei dat net ook in de introductie, Rashid. Het staat al 6 maanden stil. Gewoon letterlijk in alles. Vreselijk gewoon, Koesje. Kijk, de coronavirusuitbraak is dan misschien een maandje later geweest. Of anderhalve maand in Suriname. Dan het in Europa is geweest. Maar in Europa heeft men zaken, ook op sportgebied, alweer normaal opgepakt. Voetbalclubs komen gewoon in actie, in grote aantallen, in kleedkamers en dergelijke. Al dat soort dingen gaan door. En het wordt toch ook wel de hoogste tijd. Je moet natuurlijk ook wel denken aan de gezondheid van ieder hier in Suriname, want dat staat boven alles. Maar ergens zou je het moeten oppakken. Had je ook iets van... We zouden makkelijk ook de protocollen uit het Caribisch gebied kunnen nemen, omdat zij ook langzaam zijn gaan starten. En Europa zeker met de veiligheid en de COVID-regel ten acht. Dat je zegt van Suriname had daar eigenlijk ook direct op moeten inspelen. Ja, ik denk dat Suriname daar zeker ook op had moeten inspelen. Hoe kijk jij eigenlijk naar deze situatie? Nou, laat maar zeggen, ik vraag me af wanneer we weer gaan starten. Wat er met de doorsnee Surinaamse sporter is gebeurd, heeft hij zichzelf op peil kunnen houden? Is hij gaan vervelen? Want moet hij elke dag, 3 keer in de week hetzelfde doen? Zijn conditie, hij kan niet naar een sportschool gaan, want het was weer gesloten. Krijg je wel de Surinaamse sporters? Ja. Hebben ze dezelfde motivatie? Toch? Want als je een half jaar stil ligt, begin je erger dan bij nul. Hoe ga je dan klaarmaken voor... topsport wat zij bedrijven in een amateur systeem waarin we leven. Dus ik heb een verschrikkelijk zwaar hoofd, waarbij als de testen niet op een hoog niveau plaatsvinden, dan moeten we ook geen geweldige dingen gaan verwachten het volgend jaar. Nee, precies. Kijk, de discipline van de Surinaamse voetballer, de Surinaamse sporter, speelt hier een grote rol. Ik denk dat er zoveel mogelijk motivatie uitkomt van, als ik het nu even mag hebben over de voetballerij. Ik denk dat Goré heeft aangegeven dat hij met alle spelers in contact is. Zeker met de jongens die de selectie moeten dragen. De sub-aanvoerder, de aanvoerder. En dat stroomt dan door naar onderen. Er is contact, er moet getraind worden. Je moet aan jezelf werken. En hopelijk gebeurt dat ook. Anders kregen we zo'n scenario zoals jij voor vreest. We komen straks op het aspect van Goré terug, Rashid, waardoor we het een beetje dieper kunnen gaan benaderen. Ja. We hebben lang niets gehoord van de technisch directeur van de Surinaamse voetbalbond. En officieel heet zijn naam Biswajit Kali. Dat is een man die relatief altijd stil is, rustig, altijd aardig, goed voor een gesprek. Maar hoe is het eigenlijk met deze Biswajit Kali? Collega Rashid Sultan was in gesprek met deze Kali om te kijken wat hij allemaal uit de doeken kon doen. Biswajit Kali, technisch directeur van de Surinaamse Voetbalbond. Goeiedag, Biswajit. Om even mee te beginnen, we weten allemaal natuurlijk dat het SVB-seizoen is afgelast dit jaar. Maar natuurlijk kijkt er iedereen naar uit wanneer deze weer van start kan gaan. Heb je hier enige informatie voor ons over Biswajit? Goeiedag Rashid. Laat me beginnen te zeggen dat de competitie
niet afgelast is, maar geannuleerd. Wanneer de nieuwe competitie begint, dat is even koffiedik kijken. Vanwege de maatregelen van de overheid. Met name dat alle contactsporten voorlopig verboden zijn. Oké, ik hoor wat je zegt, Biswajit. Maar we weten natuurlijk hoe belangrijk het ook wel is dat voetbal, wat natuurlijk ook een contactsport is, en als men zich aan de overheidsmaatregelen moet houden, dan moet dat gewoon. Maar we weten ook wel allemaal hoe nadelig dit allemaal uitkomt voor de voetballerij in Suriname, of niet? Ja, Rashid, dat klopt. Gelet op het feit dat de voetbalsport de nummer 1 sport is van ons land, kijkt iedereen uit naar de competitie. Maar aan de andere kant komt het ook heel nadelig uit voor onze nationale selecties. Dat klopt, ja. Oké, dan is het nu zo, Biswajit, dat de trainingen van de nationale selectie reeds hervat waren. Samen met de bondscoach Dien Goree, die ook weer enige tijd al terug was in het land. Er werd getraind en toen kregen we te maken met een aantal coronagevallen. Toch, nu wordt dat probleem natuurlijk aangepakt. Maar wat is de volgende stap eigenlijk wat betreft de trainingen voor de nationale selectie? Het is dan wel zo dat de kwalificatiewedstrijden verplaatst zijn naar de maand maart pas. Komt natuurlijk heel goed uit. Maar wat is de volgende stap? De geconstateerde coronagevallen zijn terstond aangepakt. De volgende stap van de selectie is dat de selectie in training blijft. Althans niet de hele week, maar zeker 2 keren in de week. Oké, om nog even terug te komen op de start van het nieuwe competitiejaar. Biswajit, mogen wij ergens hopen dat dat dit jaar nog zal gebeuren? Of is 2020 sowieso uitgesloten? Kijkt u, indien de overheid de COVID-maatregelen versoepelt, dan ga je de clubs de gelegenheid geven om zich voor te bereiden. En dan hebben ze tenminste 2 tot 2,5 maand nodig om zich voor te bereiden naar de nieuwe competitie toe. En als je nu gaat tellen, dan neem je oktober, november, half december. Dan kan de competitie half december van dit jaar eigenlijk van start gaan. Maar realistisch bekeken, denk ik niet dat de competitie in 2020 haalbaar is. Oké, als technisch directeur van de Surinaamse Voetbalbond heb je natuurlijk ook aanspraak, en ik neem aan, heel veel inspraak op andere zaken, andere belangrijke zaken ten aanzien van de nationale selectie. Zo ook wat nu speelt, Biswajit, is dat de papieren van spelers die buiten de grens voetballen in Europa in orde worden gemaakt. Dat is ook de reden dat Dien Goree momenteel uitlandig is. Hoe groot is jouw inspraak eigenlijk als het aankomt op de hoeveelheid voetballers die jullie willen kunnen aantrekken om in de nationale selectie, tot de nationale selectie te behoren? Als je kijkt, elke bondscoach die aangetrokken wordt, maakt zijn eigen korte termijn beleid. Een beleid dat altijd gericht is op resultaat. En zo heeft onze bondscoach dat ook gedaan. Dat beleid van hem is besproken met mij, met de technisch directeur. En we hebben samen gekeken naar de haalbaarheid ervan. Duidelijke taal, Biswajit. Alvast bedankt. Ten slotte nog 1 vraag. Je bent natuurlijk ook een voetbaltrainer uit huis uit. Je hebt ook heel veel verstand van het spelletje. De vraag aan jou met de jongens die binnenkomen. Hoe groot acht jij de kansen voor het positieve resultaat voor Suriname? Ten eerste natuurlijk dat wij straks een goed figuur slaan op de Caribische voetbalkampioenschappen. Deze jongens moeten een toegevoegde waarde zijn voor de nationale selectie, voor wat betreft het tactische aspect van het spel.
Indien onze jongens volwassener worden in dit aspect, zullen we zeker positieve, betere resultaten neerzetten in het Caribisch gebied. Biswajit, bedankt voor je tijd en we houden zeker contact. Goeiedag. Aldus Rashid Sultan in gesprek met de technisch directeur Kali van de Surinamse Voetbalbond. Rashid, ik heb het gesprek daarnet gehoord. Het is altijd stil rondom deze jongen. Ja, misschien iemand die weinig naar voren treedt, zeg maar. Maar wie de voetballerij van Suriname kent, weet inmiddels ook wel wie de technisch directeur van de SVB is. Biswajit Kali. Iemand met een voetbalverleden, iemand met een toch wel een redelijke bagage aan voetbalkennis, heeft ook in dienst van Robin, is ook in dienst van Robin Hood geweest, maakte ook deel uit van de coachingstaf, toch? Zeker in de periode toen Robin Hood gedegradeerd was en weer goed op weg was te promoveren. En ja. Deze man is dus iemand, als je het aan mij vraagt, Koesje, dat de juiste man op de juiste plek is. Dan is de vraag die daarna volgt is, de bondscoach heeft altijd te maken met de technisch directeur. Dat is gewoon vastgegeven, internationaal ook. Ja. Ook bij clubs zie je dat het aankoopbeleid vaak genoeg zit bij de technisch directeur. Ja. Maar de coach aangeeft dat hij graag deze spelers wil. En dan gaan we kijken naar de haalbaarheid. Natuurlijk. Maar je hoort relatief eigenlijk weinig. En of er een connectie is tussen Dien Goree en Kali? Ja, je hoort inderdaad weinig. Je hebt het daarnet ook aangehaald, Koesje. Je hoort bijna niks van deze man. En of dat, dat wat jij zegt, dat er een goede band moet zijn en zo. Toch, we weten niet precies hoe de band tussen deze twee is. Het is misschien interessant, omdat ik als voorbeeld aanhaal toen Ronald Koeman bij Ajax zat. En Louis van Gaal daar technisch directeur was. Ja, dan kan Koeman zeggen, ja, deze spelers moeten gekocht worden, zijn verhaal. Ze zijn niet haalbaar vanwege het budget. Het is een call van de technisch directeur. Ja. Uiteindelijk, als hij moet komen, dan komt de president er te zeggen van, nou, we moeten een naam presenteren. Maar ook bij, zeker ook nog met de aanwas van de Surinaamse profvoetballers in het buitenland. Exact. Wat is de inspraak van Kali, toch? En misschien is inspraak een groot woord. Wat is de bijdrage van Kali naar Dien Goree? Want Dien Goree selecteert. Ja. Hij geeft aan, deze spelers wil ik tot mijn beschikking. Dat zijn de 8 tot 10. Waar heeft Kali een bepaalde stem, invloed of bijdrage? Ik denk dat men sowieso eerst moet kijken naar de haalbaarheid. De mogelijke, in hoeverre is het mogelijk een bepaalde speler met Surinaamse roots naar de nationale selectie te halen. Toch, jij haalde daar net aan Koesje. Een voorbeeld met een club. Dit is wel een voetbalbond, zeg maar. En het gaat om een nationale selectie. Maar de functie blijft wel hetzelfde. Ja. Technisch directeur alleen zou je moeten zeggen van, en dan zouden we als Goree komen, zullen we die vraag ook moeten stellen van, wat is de rol van de technisch directeur van de voetbalbond? Precies. Is dat een poppetje qua functie? Of is hij eigenlijk een wezenlijke bijdrage? En hoe ziet dat eruit? Ja, ik denk dat de rol van de technisch directeur bij een club van veel groter belang is, houd me ten goede, dat van veel groter belang is dan bij een nationale voetbalbond misschien. Nee, logisch. Jij haalt daar net bijvoorbeeld aan, Van Gaal geeft ook aan of de speler wel haalbaar is. En dan heb je het over het financiële aspect, toch? Hier komt het financiële aspect misschien wat minder bij kijken. Tenzij een moment aankomt dat je met een aantal spelers krijgt die wel mogen spelen voor de nationale selectie, maar je vraagt je af, je moet ook geld uitgeven om deze jongens te laten halen steeds. Ja goed, maar dat is in het plan dat bij elke voetbalbond thuis hoort. Het gaat meer om de functie van de technisch directeur als bond met de nationale selectie. Ja. Wat zijn daar de taken en de invloeden? Want dat is wel interessant om te weten. Maar goed, we zullen dat aan Goree moeten vragen. Ja, precies. Een ander aspect wat we in Suriname hopen te hebben is, komt er uiteindelijk wel een proflie? Daar zijn we al jaren mee bezig en het komt maar niet van de grond.
En we moeten niet het COVID gebeuren als argument nemen dat het vertraagd is. Dat het vertraagd is, alles is vertraagd in de wereld. Maar de Prof kan op een of andere manier nog niet starten. En dan zal de grote vraag zijn, kan de SCB bepalen dat het komend seizoen de Prof een feit moet zijn? Ik herinner me, Rashid. Ja. Zonder een Prof komen nergens, we weten dat we nergens komen met amateurvoetbal. En profliet start in Suriname is de droom van ieder, maar zie jij dat nog zitten? Als je op het hoogste niveau wil voetballen, met je clubs, internationaal gezien, dan moet je zo zoetjes aan die profliet gaan starten, liefst zo snel mogelijk. Maar we hebben ook altijd gezegd, Koesje, je kan niet... niet goed voorbereid starten aan een profliek. Anders ga je sowieso problemen krijgen in de toekomst. Als je ziet in de laatste vergaderingen voor het COVID gebeuren, zijn bijvoorbeeld als 13 clubs waren uitgenodigd, of 14 clubs, kwamen er maar 3-4 op een vergadering waar over een profliek wordt gesproken. Dus daar zag je al dat er geen belangstelling was van het gros. Dan krijg je dat gevoel van, wil de rest van de clubs geen profvoetbal worden? Nou, je vraagt je twee dingen af. Dat vraag je af, willen ze wel profvoetbal spelen? En aan de andere kant zeggen ze, tonen ze misschien geen belangstelling, omdat het financieel niet haalbaar is voor hen. Ja, nou, we hebben hier ook Derek Emmanuels gehad, die zat er ook bij. Ja. En toen een van de toppers van de UEFA hier was geweest. Hoeveel zaken, randvoorwaarden enorm moeten komen. De club zou eerst goed georganiseerd moeten worden. Ja. En ik weet niet of dat al geweest is, want voor het COVID gebeurde waren er misschien 1 of 2. Ik denk misschien Robin de Transvaal, Leo Victor en misschien Inter Mogotabu. Voor de rest niets. Men zegt ook, je kan starten met 6 man. Ja. WBC liet ook van zich horen in de tijd. Met nog een paar man te gaan voor dit jaar, zie jij daar de profliek starten van de competitie. Moet starten, maar als het een profliek wordt, dat laat ik even in het midden. Ik zie de profliek niet starten, Koesje. Niet? Absoluut niet. Omdat er zijn zoveel aspecten die spelen. Kijk, ik denk dat wij in het seizoen 2017-2018 nog nooit eerder zo dichtbij op het Surinaamse voetbal hebben gezeten. Toen wij ook heel gefocust bezig waren met de Club Transvaal. Toch? We hebben gezien, we zijn naar heel veel vergaderingen geweest, we hebben heel veel vergaderingen bijgewoond. Ook dingen met licentievoorwaarden. En iedere club zei van ja, het komt goed. Maar uiteindelijk, de eerste wedstrijd al in Mungo, in het Wangi-Brunswijk-stadion, zag je al hoeveel niet overeenkomt met de licentievoorwaarden. Wat zou nu zo veranderd moeten zijn? Dat je nu een profliek gaat kunnen starten. Want de licentievoorwaarden die gelden toch nog steeds, Koesje. En Rashid, ik wil nog verder gaan. Als je de licentievoorwaarden niet onder de knie hebt bij de clubs, toch? Ja. Hoe wil je dan hebben dat de clubs professioneel worden? Precies. Ja, dus ja. Feit is, je ziet de competitie wel starten, maar je hebt een zwaar hoofd als de profliek start. Ja, dit jaar sowieso niet. Het is al een rampjaar geweest. Ook het financiële, ook clubs zijn door het financiële getroffen, financiële probleem en ik zie hem gewoon niet van start gaan. Okay. Een ander onderwerp wat we willen hebben is dat de WK-kwalificatiewedstrijden op weg naar Qatar uitgesteld zijn door de CONCACAF. De CONCACAF heeft toestemming gehad van de FIFA om de kwalificaties voor onze regionen uit te stellen in de maand maart. En ik denk dat het voor Suriname ideaal is en zelfs beter, want we zouden al in oktober moeten spelen en in november. Rashid, de CONCACAF heeft officieel besloten dat de wedstrijden verplaatst zijn naar de maand maart. Ja. Zeg je van, niemand zo blij als bondscoach Dien Goree? Dat zeg ik wel, ja. Op basis waarvan zeg je dat? Nou, ik denk dat Dien Goree nu veel meer tijd heeft om de jongens die hij graag zou willen hebben in de selectie nog, dat hij heel hard achter de papieren aan kan gaan zitten. Daarom is hij ook vertrokken 2 september. En of alles in orde komt binnen 3 maanden,
Nou, misschien kan jij mij zeggen, Koesje, of het wel haalbaar is binnen die 3 maanden. Ja, maar je kan vanuit... 5 maanden, zeg maar. Je kan vanuit een andere situatie afgaan. Stel je voor, het was niet in orde, had hij de beschikking over 2 of 3. En dat zou je doen met de rest met de Surinaamse jongens. Dat is de keiharde realiteit. Dat is zeker ook zo. Aan de andere kant moet je het ook zo zien dat de competitie al een hele tijd stil ligt. Alle jongens die hier, zeg maar, gewend waren elke week te voetballen, elke week te trainen, die doen het alleen met individuele trainingen. De nationale selectie was onlangs ook weer begonnen met trainingen. Er kwamen coronagevallen bij kijken, alles weer lam gelegd. En dat zijn dus problemen waar de voetballers van Suriname, allemaal mee te kampen hebben. Dus het komt alleen maar goed uit eigenlijk. Je kan toch geen WK-kwalificatie-serie starten zonder een competitie die begonnen is? Maar dat betekent niemand heeft wedstrijdritme. Het lijkt me een onmogelijke taak voor die jongens en voor Dien Goré natuurlijk. Maar ik heb via een bron van de SVB wel vernomen dat de competitie dit jaar nog zou moeten starten. Dus in competitie. Feit is wel, als het start, heeft Goré een langere adem. En dan heeft hij misschien de beschikking over meer voetballers om dan de sterke kwalificatiereeks in maart op te pakken. Want je zal sterke selecties op de been moeten brengen. Wil je een goede beurt maken in de eerste ronde? Uiteraard. De andere kant moet ik ook wel erbij zeggen, Koesje. Zullen koppen vallen. Jongens die zich heel erg hebben ingezet, ook gedurende de Nations League wedstrijden. En noem maar op, en Suriname hebben gebracht naar waar Suriname nu staat, toch? Want er worden stapjes gemaakt, hoe je het ook draait of keert. Goré is goed bezig op dit moment. Dan vind ik het wel jammer voor die jongens dat zij zullen afvallen. Maar aan de andere kant, Rashid, wil jij naar een niveau hoger gaan en je wil in de eindronde komen van de kwalificaties, dan gaan de profvoetballers gaan tellen. Want met amateurvoetbal plaats je nooit voor WK voetbal. Dat is zeker. Dus dat is de kern, de realiteit. Ja. We zijn benieuwd. Intussen is ook bekend, zoals Rashid dat aangaf, dat bondscoach Dien Goré vertrokken is richting Nederland. Even terugkomen, Rashid. Hij is vertrokken omdat hij ook de informatie kreeg dat de kwalificaties verschoven zijn naar maart. En Goré is zelf, heeft het initiatief om zelf bij de KNVB te gaan, want hij vindt dat het te langzaam duurt. Ja. Hij wil gewoon persoonlijk betrokken zijn om te zeggen, jongens, ik heb jullie medewerking nodig, want ik heb deze 5, 6, 7 jaar nodig. Vind je dat een sterke move van Goré? Hij zou wel weten waarom hij dat heeft gedaan en waarom hij persoonlijk er naartoe gaat. Of hij in zijn eentje is gegaan, weet ik niet precies. Maar het zou eigenlijk geen taak zijn voor de bondscoach zelf. Ik denk dat bonden op niveaus zouden dat moeten, dat hun administratie. Ja. Maar ja, ik denk dat Goré alles in zijn eentje doet. Wat niet mag, want de bondscoach hoort een secretariaat te hebben. Met een secretaris. Of een secretaris, waarbij een taakverdeling is. Ga even kijken in de keuken van de KNVB. Exact. De bondscoach heeft een assistent bondscoach. Daar is een taak voor wie alles doet. Maar hier moet de bondscoach wel. Want hij denkt, hé, ik ga er zelf achteraan. Ja. Mensen hebben de beste bode. Is dus de man zelf. Zeker. Eigenlijk moet je zeggen, het kan alleen maar een natjes voor de zijn als hij de papieren sneller voor elkaar krijgt. Want nu hebben we eigenlijk 6 maanden de tijd om ze voor elkaar te krijgen in plaats van 2 maanden. Helemaal waar, Koesje. En als het allemaal goed komt, ik hoop persoonlijk dat Dien op zijn minst 6 jongens haalt van de andere kant, waarvan Leerdam eentje zal zijn, Hasselbank, Charon Ferry, Raad 3 zijn. Dat er op zijn minst nog de papieren van 3 man in orde komen. En dat je samen met de toppers die hier in de competitie uitkomen, gewoon een gebalanceerde selectie kan vormen. En als we nog even Geoffrey Fleiter erbij betrekken. En natuurlijk Ivenzo Konvalius. En we weten nog even niet wat de status van Dimitri Appai. Dan zijn het jongens die nog een bijdrage kunnen leveren. Maar de grote vraag is Suriname sterk genoeg met 6 spelers uit het buitenland? Want je zal misschien 8 tot 10 moeten hebben als je uit moet gaan spelen tegen Canada.
Maar we zullen langzaam gaan naar die situatie, want laten we hopen dat Dien Goree het voor elkaar kan krijgen, dat de KNVB die ook heeft toegezegd mee te werken, maar het sneller voor elkaar krijgen, want hij zal een traject van 3 maanden of 4 maanden moeten hebben om te trainen, om de jongens op dat niveau te brengen. Nou, Rashid, bedankt voor je fantastische bijdrage. Graag gedaan. Ja, leuk dat je erbij bent. Jou bedankt. Ja, graag gedaan. Dat was natuurlijk collega Rashid Sultan vandaag in Kwestie de Sport. En dat betekent ook tevens het einde van deze aflevering. De maand september heeft nog 2 weekenden. Stay safe. Laten we kijken wat lockdown met zich meebrengt. En als iedereen zich daaraan houdt, dan kunnen we straks, zoals de regering heeft besloten, dat we naar een stukje normalisatie moeten gaan. En het luchtruim moet open gaan eind van de maand. Dan gaan we langzaam teruggaan. En als iedereen zich daaraan houdt, wat nog steeds niet het geval is, dan betekent je houdt niet van jezelf, nog minder van je medemens. Dit was het weer wat betreft Kunst Studio Sport. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Goedenavond.